Er zijn plannen om de Prins Hendrikbrug beweegbaar te maken, zodat de doorgang kan worden gegeven aan de oostelijke vaarroute. Gistermiddag legden meerdere experts het belang van de beweegbare brug uit. Wat we eigenlijk hebben willen doen vandaag is laten zien dat het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug past in een heel breed palet aan belangen en winsten voor de stad. Dus niet alleen maar dat er een bootje doorheen kan, maar die mensen die komen hier recreëren, die komen geld uitgeven. Dat is dus goed voor de ondernemers. Het is goed omdat het een impuls geeft aan dat stuk van de stad waar het ook echt nodig is. Hè. Die zuidoostelijke kant van de stad heeft echt een impuls nodig om het weer wat levendiger te maken, om het te laten bruisen. En wij denken dat door die route weer open te stellen voor recreatievaart, dat we daarmee dat voor elkaar gaan krijgen. En we hebben daar vandaag gelukkig hele goede sprekers gehad die dat hebben laten zien dat het ook gaat gebeuren. In 2015 werd er door Museumhaven Leeuwarden al een burgerinitiatief ingediend voor het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug. Chris Borsten, die destijds een van de grondleggers van het burgerinitiatief was, voelt de steun voor het plan. We weten in ieder geval dat er in de raad voldoende steun is. Eigenlijk is iedereen wel voor. Het gaat met name om ja, hoe gaan we het bekostigen. Nou, daar hebben we vandaag ook een aantal zaken over gehoord. Het is allemaal goed bereikbaar. En de politieke wil is er. Nou, nu gaan we nog kijken naar fasering. Wat is ook genoemd, moet je niet omdraaien. Eerst de oostelijke vaarroute en dan die Prins Hendrikbrug. Uiteindelijk is het de bedoeling dat die hele route open gaat. En hoe die fasering precies gaat, maakt niet zo heel veel uit. Dus de kans is groot dat de brug beweegbaar zal worden in de toekomst? Ja, op dit moment is er een raadsmeerderheid. U heeft de voorontwerpen ook gezien vandaag. Het zijn prachtige bruggen. Echt, Leeuwarden wordt er weer een stuk mooier van. Dat onderzoek is al gedaan. En inderdaad is er op dit moment een meerderheid die heel sympathiek staat ten opzichte van het idee. Dus ja, wij hebben goede hoop dat dit gaat gebeuren.